beknelling Alexander Belstraat. Waar is dat? Ja, ga ik vragen. ACR bij Antiep, wel voor de 728 open. Hier de GMC open. GMC, u meldt voor ons een beknelling aan de Alexander Belstraat. Is dat correct over? Ja, er is twee dronken fietsers, hebben een aanrijding met elkaar gehad. Eén persoon markeert niks, één persoon zit bekneld tussen de fietsen, graag de komst onder het trio heen gewend. Politie wacht u op, over. Ja, dat is begrepen. Heeft u voor ons een aanrijroute en wilt u ambulance meester hierover? Nee. Aanrijroute is bekend bij de chauffeur en ambulance die is ook van op. Ja, dat is begrepen, over. Jongens. Oké, jongens, hebben we meegeluisterd? Er zijn twee fietsen tegen elkaar aangeknald. Eentje zit bekneld onder een fiets. En we gaan de plaatsen politie wacht ons op. Dus ambulance rijdt ook mee. Zijn er nog vragen? Geen vragen? We gaan even kijken dichterbij. Omdat die pauze wil ik weg hebben, dus ik wil even hier dit doorgeknipt hebben. Ja? Dit doorgeknipt hebben. Hier ook even geknipt hebben met de schaar. Ja. Zeg het maar, over. Wij zijn geplaatst, over. Zeker. Ja. Platziervoertuig, stop. Oké, jongens, hebben jullie veiligheidsbril bij je? Vind je dat die... Ja, en dan kunnen we hem eronder uit halen. Doe maar hier ook, doe maar hier even knippen. Maar eerst. En dan, zakken pakken. Nummer 1. Even hier zo dit proberen weg te halen, hè. Dat gaat op. Zeg het maar over. Eerst hem over, klein HVO. Ja, dat is je. Zie door. Kun je gelijk even dat wiel weghalen? Ambulance wil dat hier geknipt wordt. We moeten even afstand houden. Nee, als die gaan knippen. Klasse. Ja, slachtoffer okay, is bevrijd. Deze is die voor mij en ik. GMC voor de 24. Ja, Erasmus toch? Ja. Oké. Geen bericht over. Tweede naambericht, incidentmeester.